Edwin, zondag natuurlijk de derby gewonnen. Wat heeft dat met de ploeg gedaan? Nou ja, het is altijd lekker als je zo'n belangrijke wedstrijd wint. En ook het verloop van de wedstrijd was natuurlijk voor ons goed. Dat je na een achterstand jezelf terugknokken in de wedstrijd en dat je uiteindelijk de wedstrijd wint. Dus dat heeft wel wat gedaan met de ploeg en met het vertrouwen van de ploeg. Afgelopen week je basisdebuut, eerste profcontract, assist in de derbywinst en dan ook nog het slot Team of the Week. Wat een week moet dat geweest zijn? Ja, zeker als een mooie week. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Ja, het was ook mooi om de week zo af te sluiten om tegen MVV nog de derby te winnen en nog mijn assist mee te kunnen pakken. Dus het was helemaal top die week. Even terug naar het profcontract. Neem ons mee. Hoe is dat proces verlopen? Sinds wanneer zijn jullie om de tafel gegaan? Ja, we hadden al gesprekken gevoerd, ook met Jonas. Maar het was ook al met Streppel. Toen is Streppel weggegaan, toen hebben we het eigenlijk met Jonas overgepakt. Zeg maar ook mijn zaakwaarnemer. En ja, daarna zijn eigenlijk gewoon de onderhandelingen geweest en zijn we tot besluit gekomen om te gaan tekenen. We hebben in de afgelopen 9 dagen 3 thuiswedstrijden gespeeld. 6 punten behaald. Tevreden over? Ja, ik denk het wel. Zwolle was natuurlijk een goede tegenstander waarin uiteindelijk in de laatste fase misschien nog wat meer in zat dat we daar een punt konden pakken. Maar als je dan Dordrecht thuis en MVV thuis kan winnen, dan daar zijn we wel tevreden over. Nu staat vrijdag Helmondsport op het programma. Nu is Jurgen Streppel daar natuurlijk werkzaam, een aantal maanden geleden nog hoofdtrainer hier. In hoeverre gaat dat een rol spelen vrijdag? Ja, dat weet ik niet. En daar hou ik me eigenlijk eerlijk gezegd ook niet echt mee bezig. Kijk, zulke dingen gebeuren natuurlijk in de voetballerij. Dat mensen van club veranderen. En als je bij iedereen die dan verandert van club iets speciaals van maakt. Kijk, natuurlijk is het wel. Hè, het is natuurlijk pas geleden. Dus dat is voor sommigen natuurlijk wel een speciale wedstrijd. Maar ik denk dat we deze gewoon moeten benaderen als gewoon een van de zoveel. Hè. En zorgen dat we de reeks die we neerzetten nu, dat we die kunnen voortzetten richting het verloop van het seizoen. Ja, het doet toch wel iets. Iedereen beseft dat ook wel. Dus we gaan er weer volop tegenaan en strijden voor die 3 punten. Nu staan jullie ook nog gedeeld eerst in de periode. Nu weet ik dat het nog vroeg is. Ik kan me voorstellen dat dat toch leeft binnen de groep. Tuurlijk, dat leeft altijd. Daar kijk je altijd naar, die periode pakken. Het is altijd iets fijn, geeft een goed gevoel aan de groep. En we doen het goed. En, we moeten gewoon verder hoe we bezig zijn en dan zien we wel. Nu blijkt uit statistieken dat jullie veel scoren uit door de spelmomenten. De laatste 5 van de 6 doelpunten komt uit een standaard situatie. Zijn jullie daar veel mee bezig? Ja, voor elke wedstrijd kijken we ook hun standaard situaties en gaan we ook kijken hoe hun dat verdedigen en hoe wij daarop kunnen inspelen. Zoals net hebben we ook weer standaard zitten oefenen, dus ja, we trainen er wel veel op. Gaan we nog wijzigingen zien ten opzichte van de wedstrijd tegen MVV? We gaan wel wat wijzigingen zien, dat klopt. Maar goed, welke dat precies zijn. Als je opgelet hebt, heb je dat wel kunnen zien. Maar dat gaat wel gebeuren inderdaad. Tot slot, wat voor wedstrijd verwacht u? Nou ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde wedstrijdbeeld kan zijn als tegen MVV. Zij doen ook de dingen best wel hetzelfde als wat MVV deed. Ook bij balverlies als ze in de 4-4-2 staan. Maar goed, we kijken vooral naar ons eigen spel. En ik vind dat we daarin over een langer gedeelte in de wedstrijd wat beter moeten spelen. We hebben nu een paar keer dat we de eerste helft dat we moeite hebben met of het spel maken. Of in ieder geval dat kunnen, het verschil kunnen maken in kansen en doelpunten. En in de tweede helft zetten we dat recht. Dus we moeten nou zorgen dat we dat in de eerste helft ook wat beter voor elkaar hebben. Dat we de wedstrijden wat makkelijker over de streep kunnen trekken. Dus ik ben benieuwd hoe de ploeg dat morgen gaat doen. Hun spelen volgens mij veel verdedigend. Ja, wij moeten daar op ons instellen en veel gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Dus het wordt een leuke wedstrijd, ik hoop wel veel doelpunten. Ja, ik verwacht wel dat wij de dominante ploeg zijn, zouden moeten zijn. En hopelijk komen we met die 3 punten terug naar Kerkrade.